weet dat, afdichting, is prima geschikt. Dat we er alles goed op kwijt kunnen, zou bijna moeten kunnen toch? Ja, ik denk het wel. Wat was het moeilijkste? Maken? Eigenlijk alles wel. Alles. En dus tot hier is die helemaal dubbel. Ja, hoe zit dat ook weer? Nee, ja, het eerste stuk, daar circuleert die lucht, de hete lucht door. Pas dan gaat die naar binnen. En dus het deel waar koffie in zit, dat is maar zo'n kokertje. En dat verwijt dan naar boven. Ja, ja, ik zie het, ja. Ja, ook mooi. Dit is wel heel moeilijk. Ja, en dit is allemaal ook nog weer dubbel, dit. Er zit ook nog weer isolatie tussen en eentje aan en een roestvrij staal aan de binnenkant. Maar dat is keramisch materiaal. Een soort fiber. Ja, keramisch. En daarom heb ik het... Ik ben er doorheen, ik wil nog wat meer van dat spul bestellen. Heb ik het aan de binnenkant zoveel mogelijk afgeplakt hiermee. Ruimtevaartmateriaal, hè? Ja, mooi. Het ziet er echt heel goed uit, hè? Echt vakwerk. Want hoe meer lucht, hoe meer koeling. Oh. Ja, is ook zo. Het gaat er gewoon te hard doorheen. Ik heb niet alles aangesloten. Nee, ik moet maar even kijken hoe dit... Ik heb een soldeerpout nodig, dat niet, denk ik. Gebruiken we dit voor de totale aanding. Nou, dan is zoiets lang genoeg, hè. Meer dan lang genoeg. Krijgt hij via de... Krijgt hij direct? Ik heb één direct. Ik kan eerst gewoon even proefopstelling maken zonder dat we hem aansluiten daar. Dan krijg je stroom binnen. Hier. Ja. Deze kabel die gaat direct door naar het verwarmingselement. Maar wacht even. Dan hebben we de andere, die is nog niet aangesloten. Nee. Ja. Of die gaat knippen. Of er iets gebeurt. Maar laten we het gewoon eerst maar eens even testen. Ja. Of er geen kortsluiting komt of zo. Maar waarschijnlijk niet, want hier zien we ook niets geks gebeuren. Hij zou alleen een nieuwe bedaar, hè? Ja. We hebben ooit een, toen een relais was opgeblazen. Nou goed, voor de rest werkt het. Daar is dan waarschijnlijk iets mee. Hè? En anders moeten we even checken of ik wel de goede heb. En als hij hetzelfde doet, dan is er of wat met het relais, of moet ik iets met die software doen.